Welkom terug bij weer een nieuwe video van Forza Horizon 5 Battle Royale. Vandaag heb ik voor jullie ook weer een nieuwe challenge in petto. En deze hebben jullie achtergelaten in de laatste video. En dit is soortgelijk van iets wat ik laatst heb gedaan. Het principe is dat ik geen enkele drop mag pakken. Alleen het gevolg daarbij is dat ik dus vooral mensen moet gaan uitdagen. En dat hebben we de laatste ook gedaan. En we gaan gelijk beginnen met onze eerste makker. Ik moet draaien. Nee, godsam, echt een... Ah! Ik zweer het je, die Anna is zo ongelooflijk irritant. Dat is die Tom Tom als het ware. Die geeft altijd verkeerde instructies. Ze zei letterlijk dat ik moest draaien. Ongelooflijk. Maar ja, de challenge is dus dat we geen enkele drop mogen pakken. En ik kan je vrijwel garanderen dat we zometeen iets gaan vinden. Wat zo'n gigantisch hoog level gaat zijn. Waarschijnlijk level 8 of zo. En dan mogen we het niet pakken. Ik weet het zeker. En het probleem is nou dus ook, we moeten eigenlijk mensen uitdagen. Kijk, de laatste video, toen moesten we iedereen uitdagen die we zagen. Dat hoeft nou niet, maar als ik wil levelen, dan moet ik dat alsnog doen. Dus het komt een beetje op hetzelfde neer. Nou, dit maakt ons level 2. En ja, voelt altijd een beetje kansloos. Vooral die eerste race... Ik rijd de berg af. Of de brug. Die eerste race is altijd zo zinloos. Elke drop die je vindt is level 2. Maar ja, dat mag nou dus niet. Heel veel mensen zullen de dingen zien en denken van... Ja, dat is gewoon een shitty Peugeotje. Maar hell no. Dit ding is sick. En we hebben hier een onderzeeër. Waar gaan we heen? Naar rechts zeker. Nee, naar voren. Nice. Dat ding van hem is level 4. Dus is een stuk hoger dan ik. Alleen, ik denk dat ik deze auto fijner vind dan wat hij heeft. En we hebben al een mooie start inmiddels. Dus ik denk dat we zometeen zijn auto krijgen. Kijk, het ding is wel, ik moet hier waarschijnlijk dadelijk risico's gaan nemen. Ik moet gewoon mensen gaan uitdagen die een hoger level zijn. Gewoon puur, zodat we een beetje op gang kunnen komen. En mocht ik gelijk afgaan, dan starten we gewoon een nieuwe match. Maakt op zich niet zoveel uit. Level 4. Alright. Krijgen een Audi'tje. Nogmaals, dit ding was nicer. Deze auto voelt als een level 4. Op zijn minst level 3. Dit is onze Audi S1. Alright, we gaan dus op pad naar... andere mensen. Ik zie er ook wat roken rechts. Ik ga toch even kijken. Ik wil gewoon weten of we iets bijzonders kunnen krijgen. Ook al mag ik het niet oppakken. Dit is level 2. Oké, dat is niet zoveel. Dit is level 4. Dat hebben we al, dus dat maakt niet uit. Level 2. Oké, dit zijn allemaal nog niet zo hele goede prijzen. Dus tot op heden mis ik nog niks. En ik zie trouwens mensen voor mij. Dus hier moeten we ook heen. Een hele hoop mensen. We hebben iemand gevonden hier links. Wat heeft hij? Wat denk je? Ik denk dat hij een Bronco heeft. Het ding is wel, hij gaat naar die drops toe. Dat doe je waarschijnlijk alleen als je laag level hebt. En hij rijdt hier volgens mij ook aan de verkeerde kant. Wat heeft hij? Level 4. Dat is een Subi. Shit. Dan rij je weer de verkeerde kant op. Ik heb dat zo vaak. Ik rij hier waarschijnlijk gewoon omheen. Ik kan het dwars erheen rijden. Hij doet dat waarschijnlijk wel. Is waarschijnlijk een stuk korter. Maar ik wil dat risico niet nemen. Ik heb hier vaker vastgezeten. Dus al die... Oh mijn god, dat is weinig. Dus al die ruïnes. Hij is er wel doorheen gekomen. Allebei level 4. Hij heeft een Subi. Is waarschijnlijk een stuk beter off-road. Ik rij voor... Hij is gecrashed, ja. Oké. Okay. Had ziek idee. Is hij weer gewassen. Er rijdt iemand hier rechts van ons. Ik hoop dat hij deze kant oprijdt. Kan ik hem gelijk uitdagen. Dat zou op zich wel nice zijn. We moeten dit allemaal gewoon zo snel mogelijk doen. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat mensen het levelen. En ja, dan wordt het alleen maar moeilijker. Hij is nergens meer te bekennen. Easy clappers. Level 5. Kijk eens aan. En dan zien we hier ook nog wat rook. Wat zal dat zijn? Level 2 of 3. Allemaal shit, man. Ik ben blij. Ik weet nog steeds dat we gewoon vandaag een level 8 drop gaan vinden. Ik weet het gewoon. Dat moet gewoon gebeuren. Hoe ver zijn al die mensen weg, man? Ik rijd nou al zo lang achter deze pijltjes aan. Ik had verwacht dat ze dichtbij zouden zijn, maar je kan niet... En nou verdwijnen ze allemaal. What? Je kan nooit zien hoeveel mensen weg zijn. En dan ineens zijn ze footsie. Van de pok uit voor niks gereden. Maar ik ben terug. Nice. Er zijn er twee hier. Die zitten in een race. Ja. Yeah. Ik kan ze volgen. Kijken wat voor auto's ze hebben. En mochten ze finishen, kan ik ze gelijk uitdagen. Is waarschijnlijk mijn beste keuze. Anders rijd ik toch alleen maar rond. Ik zie iets wits. Dat is meestal niet heel erg speciaal. Er is iemand gecrashed. Dus die gaat het sowieso niet redden. Wat? Oh, wat gaat dit wezen? Dit is nog steeds dat bos. Ik ga hier crashen.
Weet je al die mensen racen dan? Is dat een buggy? Dat is maar een buggy. Ik geloof dat ze hier gefinished zijn. Ze staan hier allebei stil. Dit is een verschrikkelijke plek om te zijn. Dit is oprecht een verschrikkelijke plek. Oh, ze zijn niet gefinished. Ze waren allebei gecrashed. Oké. Okay. Er staat iemand rechts. Even kijken. Welke auto heeft hij nou? Wat is dat? Level 5. Dus die wordt level 6 nou. Dan kunnen we kijken wat hij hier heeft. Ik gok dat hij iets speciaals heeft. Ik weet niet waarom. Dat ding is inderdaad... Weet je, ik ga hem gewoon uitdagen. I don't care. En de reden waarom ik dat doe is... We zitten toch in een bos. Who cares? Hopelijk dat ik geen spijt krijg. Hoogstwaarschijnlijk wel. Dude, hij zit echt kort achter mij, jongen. Ah! Snel! Dat ding is veel sneller natuurlijk. Dat ding is level 8. Ik ben level 5. Is hij snel genoeg, though? Oh, hij zit recht achter mij. Oh, ik rij... Oh, ik dacht dat ik op die boom zou rijden. Please. Oh, nee! Ik vlieg van mijn vash! No! Oh, mijn god. Hij heeft nog geluk ook. Maar hij ging... Hij is gerespawned. Oh, maar ik heb hem verslagen! Dat heeft toch gewerkt ook? Wie had dat verwacht? Hell yeah! Oh mijn god. Zoals ik al zei, je moet risico's nemen. Dat maakt de leukste momenten. Ik kan voor iedereen wegrijden, maar dit is toch awesome. Oh, is dit nog steeds een shit auto? En waarschijnlijk ga ik zo meteen ook af met exact dezelfde auto. Mits de eindrace elk moment gaat starten, want dat kan ook niet lang duren. Dit vind ik wel grappig. I love it. Hij haalt mij in, hij crasht. Ik vlieg voorbij de finish. Ongelooflijk. Ik zie dan iemand rijden, dat lijkt die Ferrari te zijn. Ik hoef nou dus niet per se hem uit te dagen. Ik denk ook niet dat ik dat moet willen. Het kan zijn dat hij op mij afkomt. Ja. Deze man die gaat mij volgen. Alright. Maar mag je? Er is toch niet veel wat ik eraan kan doen? Ze staan allebei naast elkaar. Ze doen elkaar niks aan. Dat is raar. Oh, ze dagen elkaar uit. Ja, kijk. Dat leek niet verstandig. Dat is een beetje risicovol. Ik ben geen gek, oké? Okay? Ik vind het leuk om soms een uitdaging aan te gaan. Maar ik ben geen idioot. Er zijn er nog maar 6 mensen over. Wat zometeen 5 is. Want zij rijden nou een race. Dus daar valt er ook eentje vanaf. Ja, misschien hebben we gewoon beter kunnen wachten op de eindrace. Al wil ik eigenlijk nog wel iemand uitdagen, zodat we van deze auto afkomen. Maar is het risico het waard? Het risico dat ik ga verliezen. Er zit iemand helemaal aan deze kant verstopt. Dat is ook een beetje raar. Wat heeft deze makker? Wat doet hij? Hij pakt dit ding. What the fuck? Ik zie het gebeuren dat hij me gaat verslaan. Ik zweer het je. Deze man gaat mij verslaan. Waarom is hij zo snel? Waarom kan ik hem niet bijhouden? Ik kan hem oprecht niet bijhouden. Hallo? Ik ga hem uitdagen en ik ga crashen. Ik weet het 100% zeker. Oké. Of niet? Ik wilde hem nog uitdagen, want ik wil van deze auto af. Ik vind hem verschrikkelijk. Ik denk dat wij moeten omdraaien. Precies waar we vandaan kwamen, moeten we waarschijnlijk heen. Ik kon hem gewoon niet bijhouden. En hij reed in level 2 auto of 3 of zo. Dat was best wel raar. Dit ding slipt ook zoveel. Ik heb trouwens geen tractie aan staan. Val me nou pas op. Ik rijd zonder tractiecontrole. Daarom slip ik zoveel weg. Dat is waarom. 2-1. Ik gok dat we deze kant op moeten. Yes. Er staat hier iemand al te wachten met een Lambo. Ik ben sneller weg. Maar laat wil ik zijn. Hij komt me zo meteen voorbij toeteren. Hoogstwaarschijnlijk. Er zijn maar 4 mensen over. We zitten sowieso in de top 4. Dat is één ding. Oh, no. Oh, no. Bomen. Ja, natuurlijk. Godsamme. Oh. Ik denk dat we 2 worden. Zal hij daar nog crashen ergens? Het kan natuurlijk nog steeds dat hij ook crasht. De kans is klein. Want hier is natuurlijk geen bos te bekennen. Ik vind het kleine bosje in de hele map. En ik rijd er tegenaan. Al geven wij er steeds niet op. Dat hebben we net gezien. Dat is ook hoe ik deze auto kreeg. Met een tikkeltje geluk. Maar nee, hij lijkt niet te crashen. Zonde. Het zou mooi zijn geweest als we daadwerkelijk de challenge zouden winnen. Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Ik vind het al lang tof dat we deze auto hebben kunnen winnen. Dat is bizar. Maar dat was een joke. Dat was een joke. Geeft ons wel een goede reden om als er nog een nieuwe match te doen. Dat gaan we ook doen.
ik zie jullie bij de volgende match. Want deze voelde heel erg kort. Ik weet niet of de video kort was, maar hij voelde in mijn idee heel erg kort. We hebben 4 mensen verslagen. We zijn level up. We hebben nog een wielspinnetje. Wat gaat hierin zitten? Een gele prijs misschien? Nee, we krijgen een trui. Alright, ik zit er voor de match. Tot zo. Take 2. We gaan het weer proberen, jongens. En we zijn hier, oh. Hier zijn altijd veel mensen. En er spawnt letterlijk iemand recht voor mijn neus. Dat bedoel ik. Dit is waarschijnlijk de beste plek om te starten. Gewoon omdat hier altijd mensen zijn. Geen drops. Dat is wel een verrassing. Al mogen wij die nou toch niet pakken, dus whatever. Maar, ja. We gaan gelijk deze makker hier voor ons uitdagen. En dan zien we wat er van terecht komt. Het is een beetje flauw dat we dit niet hebben gewonnen, want dat was een hele goede windkans. Ik weet ook niet precies wat er gebeurde. Het ging allemaal zo snel. Volgens mij wilde ik de weg volgen. Ik slipte weg. Ik corrigeer en ik rij vol in op die bomen. Volgens mij was dat wat er gebeurde. I don't know. En waarom rij jij zo snel weg? Kom terug hier. Dit begint wel een beetje op mijn zenuwen te werken, dit. Ik heb hier helemaal geen zin in. Oh, hij is gecrashed. Weet je wat? Prachtig. Let's go. Misschien moeten we draaien. Ik hoop van niet. We moeten recht vooruit. Toppie. Ik geloof niet dat we hetzelfde kunnen doen als net. Je moet uitdagen van level 8 nadat het nog goed afloopt ook. Ik zal het waarschijnlijk wel proberen. Want ja, hey, wat moet ik anders? Ik heb ook weer tractiecontrole aangezet. Want dat helpt wel een beetje bij offroad. Dat je minder slipt. Ik heb geen idee waar die is gebleven. Maar we rijden echt moker van voor inmiddels. En hier was de finish. Alright. We kijken naar de level 2 auto. Het zal niet heel veel bijzonders zijn. We hebben Hobbs geslagen. En we krijgen een Escort. Nice. Nice. Cool. Er waren een hoop mensen die we voorbij waren gereden. Dus ik denk dat het slim is om gelijk terug te rijden. En hun uit te dagen. Al zijn er ook mensen voor ons. Maar ja, ik weet niet hoe ver die zijn. En deze reden we voorbij. Dus deze zijn sowieso dichtbij. Deze zit in een race. Er zijn stenen. Oh, ik ga er overheen. Oh, ik laat hem ook nog. Ik zat aan de mat te kijken. Oh mijn god. Het feit dat ik er overheen kan, dat had ik niet verwacht. Dat is wel nice. Er rijden 2 mensen rechts en verder is iedereen links. Ik ben bijna geneigd om naar rechts te gaan. Maar die zullen waarschijnlijk elkaar ook weer uitdagen. Hier zit iemand in de race. Oh, daar rijdt iemand daar al. Waarschijnlijk een golfje. Oh, dat is een Volvo. Die dingen zijn nice. Die Volvo's zijn goed. Eigenlijk moet ik hem niet uitdagen. Maar ja, wat ik al zei, we gaan er gewoon voor. Hij gaat kijken bij die drop. Dat is niks. Dat hebben we al gezien. Dat is letterlijk zijn auto. Hij pakt hem ook gewoon. Nog een keer. Oké. Okay. Waar is hij? Waar is hij? Hallo? Ah, god, nou rijdt hij daar. Rijdt hij nog voor mijn weg ook? Maat, ik rijd een level 2 auto. Ik weet niet of het zag. Hallo? Alright, hij geeft op. Kom man. Level 3. Waar gaan we heen? We moeten draaien. Oh, we rijden allebei de verkeerde kant op. Dus dat is op zich redelijk eerlijk. Zijn ding is dus sneller. We gaan het zien. We moeten 2,8 kilometer rijden. Ik hoop gewoon niet dat ik op die steen rijd. Dat is mijn enige ding. Ik wil best verslagen worden. I don't care. Ik wil gewoon niet crashen door die stenen. Als het goed is, moet hij er ook gewoon echt overheen vlammen met dat ding. Want dat is echt zo'n... meer zo'n Dakar voertuig. Zo ziet het er tenminste uit. Dit is op zich ook wel rally, natuurlijk. Alleen, ik heb maar 4 versnellingen. Dus meer dan dit zit er niet in. Moet ik hier een berg op? Ik moet hier een berg op. Oh. Oké. Okay. Come on. Come on. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Oh, dat scheelt weinig, gek. Gassen! Hij zit zo kort achter mij, jongen. Hij zit zo kort achter mij. Zoveel bomen. Zo erg tijd. Oh, boy. Hij is gecrashed. Dat is klaar. Dat is over. Hij moest het risico nemen. Hij moest gewoon vol gas. Oh. Dat was toch wel een tikkeltje intens. Erika. We krijgen een... Ik ga voor die Hyundai. Ik heb het volgens mij vaak gezegd. Die Hyundai is helemaal niet slecht. Het is wel gewoon een Hyundai. Ik ben geen fan van die Hyundai, maar... Dit ding is niet slecht. Ik zie echt al die mensen rechts hier. Moet ik al die berg omhoog rijden? Of wat is hier nou de bedoeling? Want dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Echt iedereen is hierboven. Er is één iemand links. Die volgens mij onderweg is naar boven. Zit in een race. Ik kan hier niet eens omhoog. Ik kan hier... Oké. Ik zie iemand beneden. Ik ga hem gaan uitdagen. Ik hoop niet dat we naar boven moeten. Ja, we moeten naar boven. De volgende cirkel is letterlijk boven. Oh mijn god. Ja, ik kan niks.
Ik kan hier niet omhoog. Deze auto kan dat niet. Nee, kijk dan. Oh mijn god, we gaan de eindrace in met dit ding. Hey, dat is misschien ook wel gunstig. Dan moeten we de berg af. Ik weet dat we die kant op moeten. Waarschijnlijk moeten we die kant op. Dude. Ik weet niet hoeveel ze gaan eindigen. Ik kan hier gewoon niet omhoog, dus we zien het wel. Wat een match is dit, jongen. Wat een teleurstelling. We moeten richting... rechts. Alright. Okay. That's amazing. Overkomt ook echt alleen maar mij, hè? Ik heb al de shittieste auto van iedereen die waarschijnlijk meedoet. En dan gebeurt dat... Oh, nee. Dat dit ook... Ja, natuurlijk. Okay. Well... Oh, ik kan er nog overheen. Er is nog hoop. Er is nog hoop. We kunnen dit winnen. Ik ga proberen geen laatste te worden. Er rijdt iemand voor mij. Kijk of we die nog kunnen inhalen. Oh, dit is wel een zieke jump, though. Oh. Oh, hij rijdt in de level 8. Hallo. Hallo, kamerad. Kijk hem inhalen. Ik ga hem nog voorbij komen. Kijk maar. Oh, dit is door. Dit is echt een van de meest kansloze matches die ik ooit heb gespeeld. Ik ben gewoon waarschijnlijk een kwartier bezig geweest om die berg op te rijden, wat gewoon niet werkte. En dan vervolgens start de race. En dan gaat mijn auto over de kop. Kansloos. Oké, ik wil het hier verder eens niet over hebben. We gaan snel de video beëindigen. Vond je nou een leuke video? Laat sowieso een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.